Super. Vet, hè? Ja. Ja, man. Where is Mufu? And friends. Wat is hem? Marvin. Ik kreeg jouw naam getipt. Dat jij een jonge, veelbelovende tekenaar bent. En je woont in Sint-Laurens, toch? En nou, stel jezelf even voor aan de mensen, als je wil. Ja, ik ben Marvin Mufu. Dat is mijn bijnaam. En ik doe veel met posters en flyers. En ook qua logos en dingen. Opleidingen in gedaan, van alles. Maar voornamelijk focus op mezelf met illustreren. En toen ben ik eigenlijk, ja, ik maak van alles wat, altijd posters en dingen. En ik vind dat leuk om met dingen te maken die ik zelf heel vet vind. En ook die mijn vrienden heel vet vinden. En zo kwam ik eigenlijk op dit. Het is een bepaalde stijl, het is een Wimmelbilder stijl. Een wat? Wimmelbilder. Wimmelbilder? Ja, het is een Duitse naam. Het is zeg maar een soort van een grote plaat, maar dan met veel kleine details. Het is voornamelijk gesteden en zo. Het is wel een beetje een niet echt kindvriendelijke poster als het ware. Een beetje de stijl van Where is Wally, hè? En, ja. En vroeger had je, weet je, die ook chef van Noekel, die had ook altijd die hele volle tekeningen. Maar als je goed kijkt, het is natuurlijk een beetje karikatuurachtig, maar het is wel Middelburg wat we zien. Ja. Ik zie al Pizza Amore. Lammers, Oren, heb hier de Albert Heijn, bij Tref. Highlife is dan bij Goes, de Spar. En dit is dan nog een terras. En hier zo is van Molenwater. Als je, oh ja, 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 ik herken hem, ja. Skatepark. Hey, we staan nu bij de Schouwburg, staat hij er toevallig ook op? Nee. Jij kan er maar een paar dingen maar het op. Gaat natuurlijk eigenlijk om dit, want je moet dan in principe dit zoeken. Ja. Zoals voor iedereen ook wel leuk is om te doen. Dus ook al sta je er niet op, is het toch een activiteit als het ware. Maar het is ook, I prove you wrong, motherfucker. Dat bedoel je met niet kindvriendelijk, maar het ziet er hartstikke tof uit. Je hebt ook echt een logo van Amore, zie ik. En wat is dat hier, Lenoir? Lenoir. Ja, dat is van vriend van mijn kledingmerk. Oké. Okay. Dus ja, die krijgt zijn eigen winkel. Hé, maar nu is het dus zo, je hebt hier ook een bedrijf in, je verkoopt deze poster ook? Ja, en als print zijn deze dan wel een grotere versie, maar ik heb ze op A3 formaat. Mooie kwaliteit, heel netjes. Ik heb er 50 stuks, ik ben er al 25 kwijt. Oh echt waar, dat is al rap. Wanneer heb je deze gemaakt? Hij is online gekomen op 1 augustus. Oké, okay, en je hebt ook een account waar mensen op kunnen kijken? Ja, gewoon Instagram. Oké. Okay. Mufu. M-U-V-V-U. Deze dus, ja. Mufu. Oké. Okay. Hey, nou is het allerbeste nieuws wat je vandaag had op deze mooie maandag, is dat je er ook eentje verloot voor de volgers van... Ja, een grote versie. Oké, okay, en dit is een A1, dus dit is de grote versie? Ja. Oké, okay, super. En ik zal hem even signeren straks. Ja, die kun je gewoon winnen. Nou, dat is heel goed. Dan ga ik zorgen voor een mooie verloting en dan kijk ik wie er mee doet. En ja, mensen moeten hem dan even zelf inlijsten uiteraard. Als ze dat willen natuurlijk. Ja, het hoeft nog niet per se. Het is een beetje een dunner papier. Ja, jij doet het met kneedgom en dan hangt het gewoon jaren hier aan de Schouwburg. Ja. Dat kunnen we ook doen, hè? Dat je me verstopt in de stad en dat ze me gaan zoeken. Ja, ik heb voor mijn promotievideo, kun je ook allemaal kijken, op Instagram staat dat. Oké, okay, cool. Gewoon door verschillende plekken gang, door Middelburg. En gewoon gefilmd met een oude camera van een vriend. Dus, dat is helemaal goed. Ja. Heb ik nog één vraag voor je? Want dat is gewoon puur dat de mensen je ogen even zien of laat je die liever niet zien? Nee, dat is heel goed. Mooi weer, hè? Dat is heel goed. Daar ben je dan. Ja. aangenaam en dankjewel voor... Geen probleem. En mooi beeld. En dat is je maat. Teken jij ook? Nee, ik niet. Hij staat erop, hè? Hij staat er wel staat hij erop? Ja, vaak genoeg op, joh. Waar bijvoorbeeld? Kijk, zit hij daar op het dak? Hij is hier aan het skaten. Hij staat op een scooter. Ja, precies. Dus jij bent een inspiratiebron. Kom jij ook uit Sint-Laurens of niet? Nee, Vlissingen. Vlissingen? Dan mag je hier helemaal niet komen, joh. Hey, dankjewel voor je toelichting en veel succes ermee. Hè. Ja, dankjewel.